Het wordt een bijzonder jaar voor de gemeente en regio Nijmegen. Het is dit jaar namelijk 80 jaar geleden dat ons gebied werd bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt uiteraard gevierd en het programma hiervoor werd woensdagmiddag bekendgemaakt. In het Groesbeekse Vrijheidsmuseum laten de gemeenten Bergendal, Beuningen, Druten, Heumen, Wiegen en Nijmegen weten hoe zij dit jaar zullen invullen. 6 gemeentes, de provincie Gelderland en ongeveer 30 tot 40 organisaties, erfgoed WO2-organisaties, hebben de handen in elkaar geslagen om samen 80 jaar vrijheid, Rijk van Nijmegen, te vieren en te herdenken. Tijdens de bijeenkomst zijn de prominente gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in het Rijk van Nijmegen aangekaart. Nou, we hebben allereerst natuurlijk het grote bombardement op Nijmegen, het Amerikaanse bombardement. Een groter bombardement dan in Rotterdam, met veel meer slachtoffers. Daar zijn heel veel mensen, niet alleen Nijmegenaren bij omgekomen, bij die 800, maar ook mensen uit de omliggende dorpen. Nou, dat herdenken we nu op 22 februari. Het zal geen eitje zijn. Er komen heel veel mensen nu die in tijd niks meer met die oorlog hebben, of mensen die in afstand hier niks meer hebben. Migranten die hier binnenkomen, dat zijn nieuwe Nederlanders, die wonen hier straks. Wat hebben zij? Ze hebben het nooit van horen zeggen. Toch willen we dat die generaties meedoen. Om de simpele reden dat we niet alleen dat oorlogsverleden met ze willen delen, maar waar het eigenlijk om gaat is natuurlijk de bescherming van je democratie, je rechtsstaat en je vrijheid. Dat is het goed wat we verloren in de oorlog en wat we terugkregen met de bevrijding. Hoewel er nog ooggetuigen van de oorlog zijn, wordt dat aantal steeds kleiner. Het is echter van groot belang dat we hun kennis door blijven geven aan volgende generaties. Er zijn nog getuigen, hè? Gelukkig. Niet veel meer, maar er zijn ook een heleboel getuigen die het hebben opgeschreven. In dagboeken of in boeken jaren nadien. Dat hebben we allemaal. We hebben de voorwerpen bewaard als museum. Dus er ligt nogal wat. Alleen het directe verhaal hebben we niet meer. Historici, die maken het af. Die pikken het wel op. En brengen het over. En dat doe je niet alleen door middel van een boek of een museum. Maar ook met muziek, theater, met allerlei nieuwe vormen van overdracht.